Ik heb een kozijntje gemaakt waar ik een raam mee ga maken. Dus dit is even het kozijntje. En in deze opening ga ik een raam mee maken. Wat ik eerst doe is even een plannetje maken. Hoe groot moet het raam worden? Ik ga meten. En dan kan je dat op twee manieren doen. Je kan het raam al zo groot maken dat je er niks meer hoeft af te schaven. Maar je kan hem ook ongeveer de sponningmaat nemen, dat je later hem op pas gaat schaven. Want dan gaat het sowieso een halve centimeter af. Denk je van, nou, ik weet het niet. Ik maak hem maar precies de maat van het kozijntje. Dan schaaf ik later wel op maat. Dat kan ook. Zo heb ik het jarenlang gedaan. Maar ik zou dus een halve centimeter aftrekken. Ik heb 109,3. Dus wordt het 108,8 in hoogte. 108,8. Ik reken in millimeters, doe consequent. Je mag natuurlijk ook in centimeters, maar doe dat wel consequent. Anders ga je vergissingen doen. De breedte is nu 45,7. Een halve centimeter eraf is 45,2. Dus 45,2. Ik begin altijd met opschrijven. Breedte maal hoogte. Dus ik neem de maat. Breedte maal hoogte. 45,2 bij 108,8. Oftewel in millimeters. 452 bij 1088. Breedte bij hoogte. En nu ga ik een schetsje maken. Hoe ik hem wil hebben. De stijlen, hij komt er zo in. Zo te hangen. Hier komen de scharnieren of hier. Maar hij komt er zo in. Dit is de onderdorpel, wordt de onderdorpel van het raam. Dit is de bovendorpel. En hier is bijvoorbeeld de hangkant. Doet er allemaal nu even in dit stadium niet zoveel toe, maar is even ter toelichting. Nou, je gaat een schetsje maken. Je laat de stijlen doorlopen en de dorpels van het raam komt ertussen. Dat is anders bij een kozijn. Bij een kozijn, zoals dit, laat ik die onderdorpel doorlopen en dan staat de stijl erop. Maar een raam doe je net andersom. De stijlen lopen door, dat zijn de verticale delen. En de horizontale delen, de dorpels, die gaan er ertussenin. Dus om niet te vergissen maak ik altijd zo'n schetsje hoe het zit. Dus ik maak even grofweg zo'n tekeningetje. En ik teken op dat tekeningetje die stijlen door. En dan doe ik dat zo. En nu begin ik de maat voeren. Ik ga de breedte maat, de totale breedte maat aangeven. 452 en de hoogte is 1088. En je neemt in gedachte altijd dat de sponning van dat raampje aan de voorkant zit. Dus hier zit dat sponningtje. Als ik nu mijn hout ga uittrekken in een staartje, dit is natuurlijk eenvoudig, maar dan heb ik er twee lengtes nodig van 1088. Dus ik heb twee stukken hout nodig, twee stuks van 1088. En ik heb voor die onderdorpel, die is iets korter, twee stuks. En dat is ongeveer 400 mm. Dat weet ik uit ervaring. Ik ga mijn profiel maken, hoe dat raamhout eruit ziet. Zo ziet mijn raam uit. Dit is mijn sponning waar het glas in komt. Een glaslatje of zo. En die maat is meestal 70 bij 36. Je mag hem ook 40 maken. Het ligt maar net hoe de situatie is. Dus ik heb hier het raamhout. En voor deze gelegenheid maak ik al het raamhout van die maat, van dezelfde maat. Meestal maak ik die onderdorpel, die maak ik hoger. Dat is namelijk voor in de praktijk, als je uitzetijzers hebt, is dat makkelijk, want dan kan je dat erop schroeven. Je hebt meer ruimte om je uitzetijzers hier op te schroeven. Dus normaal is die dan 90. Die maat. Deze maat wordt onderdorpel 90. Maar dat doe ik nu even niet. Ik ga even allemaal
hetzelfde doen. Dus dit doe ik niet. Goed wegkrassen, anders vergis je. Dus we hebben allemaal hetzelfde houtmaat. Dus dat is 36 bij 70. 36 bij 70. Allemaal precies hetzelfde. Dus nu heb ik mijn plannetje.